Dank u, veel plezier, fijne avond. Het BBC-toernooi 2013 gaat over een paar minuten beginnen. Team Zwart zit klaar en bereid voor op het BBC-toernooi 2013. Anton Broening, Gasterra, wat zijn jouw basketbalkwaliteiten? Ondersteunend en zorgen dat de barrekening wordt ondertekend en dat ik die betaal. Hein Gerrit Triemstra, jij doet vast mee met Noorderpoort. Wat zijn jouw basketbalkwaliteiten? Nou ja, ik ben gewoon heel zenuwachtig nu. Maar er zit druk op. We moeten winnen. David Wassenaar van Martini Plaza, wat zijn jouw basketbalkwaliteiten? Niet zo heel veel. Af en toe de bal vangen en iemand aan de kant beuken. Daar houdt het mee op. Guys, have you seen any talent so far? I've been looking and I see a lot of height out here, a lot of speed. Some good jump shooters. Not bad, and the guys are playing together. What about you, Mike? Yeah, I'm not going to lie. I'm a bit worried about my spot, man. I was trying to play here next year again, but judging by some of the people out here, I don't think I've got a chance, so it's pretty good. Have fun. Cheers. En Korov, je doet mee met het Arcos Travel Team. Wat zijn jouw basketbalkwaliteiten? Nou, niet meer. Vroeger was ik een guard. Hard rennen, hard werken en technisch hield het allemaal wel een beetje. Esther van Nieuwscafé, je had 2 keer de finale gehad, maar niet gewonnen. Hoe wordt het vanavond? Anders. Moet een keer van komen om de finale wel te winnen, zou ik zeggen. Maar belangrijk is dat het een hele leuke avond wordt, natuurlijk. En wat draag jij zelf bij? Liefde, support, enthousiasme, noem maar op. Ik ben Zevenberg van Nieuwkom. Waarom doe je niet mee? Oh, ik ga een marathon lopen over een paar weken. En als ik hier mee ga doen, dan ben ik moe. En dan ga ik iets blesseren. Maar wat draag je nu bij? Mijn coaching, mijn kennis van basketbal, mijn diepzinnigheid. Ja, ja. Nibor van Bossen en Knossen, wat zijn jouw basketbalkwaliteiten? Helemaal niet. Wat doe je dan vanavond? Ja, plezier hebben. Gaat goed? Nou, tot zover, nee. We hebben nog niet één keer gescoord. Wat ben jij nou allemaal aan het doen hier? Op dit moment ben ik aan het tafelen. De wedstrijd Eventsbureau tegen Labros Schilders. En hierna ga ik potje basketballen met Scheldersport. Wat doe je zelf mee? Ik doe zelf mee, inderdaad. En wat zijn jouw basketbalkwaliteiten? Ja, ik ga proberen met één hand op de rug en dan kijken of ik hem dan nog kan maken met mijn linkerhand. Zo, Botjes, de EHBO. Denk je dat je druk krijgt vanavond? Nou, ik denk het niet. Als ik ze zo al zie beginnen dat ze heel correct spelen, hoop ik dat er geen ongelukken gebeuren. Heb je al wat gehad? 1 klein teentje waar iemand op is gaan staan. Het zijn allemaal zeer geoefende mensen, hè, hier vanavond. Ja, en leuke mensen, dus dat scheelt al een heel eind. Veel plezier. Jullie ook. Van Dappelen van Noorden. Je ziet er bezweden uit. Hoe ging het? Ja, eerst het potje altijd moeilijk. Weinig, goed ons best gedaan, maar we zijn nu lekker warm en stormen gelijk door naar de finale. Maar nu even specifiek, wat zijn jouw basketbalkwaliteiten? Ja, dat is een schotje, maar heel weinig lopen. Want ik heb last van de knieën. Van Trip Advocaten. Hoe ging de eerste wedstrijd? Het ging goed. Ja, prima. Gewonnen? We hebben net niet gewonnen. En wat draagt de advocatuur bij aan het BBC-toernooi? Het BBC-toernooi, gezelligheid. Let op de regels. Sportief spelen. Let op de regels? Ja, sportief spelen. Gaat het doorheen, gaat het goed? Maken. Tot de benen gaat het allemaal goed? Nu toch gaat het goed, ja. Ja. Veel plezier. Nog geen fouten gemaakt. Dus, ja. Harm-Jan Meijer, je ziet er moe uit. Hoe gaat het? Even de eerste minuten doorkomen. Hè. Net heerlijke haakballetjes gehad en nu maximaal inspanning tegen Triemstra. Hij is maar 1 keer ontglipt, maar gaat het niet nog een keer gebeuren. Dus even een paar seconden rust en dan gaan we weer. Alpha account, hoe gaat het? Gaat het goed volgens mij. Ja, maar Alpha gaat goed. We geven een goed partij. Aantal basketballers bij de tegenstander in, dus ik ben wat tevreden. Wat zijn jouw specifieke kwaliteiten? Ja, gedreven, enthousiasme, nou, dat is de hele club, Alva. Dat is het. Gedreven, enthousiaste club. Rudy de Ref, hoe moeilijk is het om dit soort wedstrijden te fluiten? Best wel een beetje vervelend, want er zijn toch dingen of mensen die wat minder technisch bezig zijn en daar moet je af en toe wat laten gaan. En af en toe ook wat dingetjes kunnen pakken. Dus. Maar alles onder controle? Ja, absoluut. Geen enkel probleem. Wat een leuke avond. Ja, absoluut. Gaan we heel wat leuks van maken. Hey, de huisfotograaf van Gasterra Vlaams, ik zie je net spelen. Hoe gaat het? Redelijk. Het is een lastige tegenstander. De meesten kunnen niet heel goed basketballen. En dan krijg je wat rare fouten, dribbel. Wat zijn specifiek jouw basketbalkwaliteiten? Daar heb ik me even niet over houden. Ik kan redelijk dribbelen.